vandaag zaterdag 18 juni 2016 en vandaag ga ik naar de Efteling. Samen met Mila, mijn moeder, mijn oma, mijn zusje en een vriendinnetje van mijn zusje. Ik heb er super veel zin in. Mila is nu nog onderweg, maar ze kan elk moment aankomen. Ik heb nu ook nog even dit shirt aan, maar Mila neemt een heel erg leuk shirt van me mee. Maar dat gaan jullie straks zien, dus dat ga ik straks even aandoen. Maar we gaan dus niet zomaar naar de Efteling. We gaan naar een Midnight Summer Festival in de Efteling. Want ik had 2 kaartjes gewonnen. Echt heel erg leuk. En ja, heb ik Mila meegenomen. Maar de rest van mijn gezin, familie, dingetje, die wilde ook allemaal mee. Dus ja, we gaan vandaag gewoon een superleuk dagje van maken. Ik heb er zin in. Mila is hier dus. Hoi. En ik heb een superleuk shirt aan met het logo van Mila. Ja. Die ik heb gemaakt. Ja. Want ik heb ook een YouTube kanaal. Vertel maar. Ja, ik heb ook een YouTube kanaal waar ik DIY's, vlogs, make-up van video's, ja, van alles plaats. Ja. En dat is super leuk. En we hebben heel erg veel zin in de Efteling. Ja, heel erg veel zin. Ja, dan zien jullie ons verder waarschijnlijk in de auto of de Efteling. Ja, dus tot zo. Doeg! Versierd allemaal. Daar hangt al een leuke roos. We zijn dus nu binnen in de Efteling. Hierachter is ook het theater. Hierachter, ja. Heel leuk. En we hebben een bandje gekregen. Kan je laten zien? Ja. Hier is de camera. Hier ja, een bandje gekregen. Hier is hier een bandje gekregen. En nog een luxe koekje met iets leuks erin. Mm-hmm. En we gaan als eerst in de Vliegende Hollander. Naar de Vliegende Hollander. Daar ben ik nog nooit geweest. Dus daar gaan we heen. Ja. Daarvan hebben jullie ook al beelden gezien als het goed is. Ja. En we zijn nu onderweg naar de Droomvlucht. Het is superleuk en gezellig. En zo'n leuke sfeer met leuke muziekjes en dat soort dingen. En iedereen kijkt ons aan. Maar dat maakt niet uit. Hartstikke leuk. Ja. Ja, superleuk. Ik voel me echt een sprookje, jij? Ja, het is echt mooi Bye.
zitten we nu in, Bo? In het Clouds Festival ding. Ja. Hoe heet dat? Carnival Festival. Ik hoop te staan aan. Gegeten en we zijn nog even snel in de Vogelrok geweest en het Clowntjesfestival. Dat was heel erg grappig. Ja, dat was, heel dat was echt grappig. We hebben echt meer tijd om houden we lachen. Hebben we geprobeerd een foto. Is er uiteindelijk geen foto. Ja, het staat echt 5 minuten van de foto. Ja. En toen gekeken we in de app en toen zagen we dat alle wachtrijen super kort waren. Dus we gaan nu in een kwartier. Ja, en dus nu gaan we even in alle achtbanen. Super snel. En we hebben er super veel zin in. Yes. Vater Morgana en daarvoor zijn we in de Baron geweest. Ja, dat was super leuk. De Baron, we gingen op de eerste rij. Ja, ik ben dood. Mila ging de hele tijd praten. Het was een story, dus we moesten extra lang in de rij staan. En Mila ging de hele tijd praten. Iedereen in de rij werd helemaal gek van haar. En ze ging gillen in, die, in dat ding. Maar het is zo grappig. En vraag of we willen weggaan, want ze kiezen erop. Naar de lift. Ze kiest dezelfde verdieping. De sleutel van de deur gaat in de kamer naast me. Ja, dan is het nu zit ik ergens in een hotelsuite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een kinderzijde. Als ik dans, steek ik mijn hand op. Ben je al zo ik weer de kant op. Als ik dans, gooi jij je haar los. Ik doe altijd mijn voeten in de kant op. Mila, Bo en Jamie zitten even in de Villa Volta en wij zitten hier op een hele leuke schommel met eenmaal bloemetjes. Wij met mijn oma en mijn moeder. Hey. In de nacht. Ja, het is ja. 12 uur. In de nacht. Het is net 12 uur geweest. Is weer een ander verhaal. Nog een keer één. Dat was het standaard zinnetje van de sprookjesboom. Ja. Want het is nu, je ziet ons bijna niet, nee. Maar het is nu... Half 1. Half 1 en we zitten nog lekker verrast. Luisteren bij de sprookjesboom. Ja. Het is nu 2-1 of zo. En helaas moeten we nu de Efteling uit. En we staan voor dit. Heel erg mooi. Het was heel erg leuk. Heel erg gezellig. Ja. En hopelijk gaan we volgend jaar weer. Ja, hopelijk wel. Echt heel leuk. Ook lekker rustig. Je kon ook echt vaak in alle dingen. En gewoon een hele leuke sfeer. Leuke muziekjes, lekker eten. Yeah. Echt heel leuk. Dat is een superleuke dag. Ja, wat superleuk. Abonneer op Mila. Ja, daar, ik heb ook link gemaakt. Staat in haar kanaal. In de beschrijving en in het i'tje. Ja, en Mila heeft ook een hele leuke vlog en gemaakt. En morgen ga ik nog vloggen, want ik heb wel een tas vertreden in thema Efteling. Ja, heel erg leuk. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!